Hey, ik heb een staart. Hey, laat gemaakt. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben invaller. Je bent invaller, jezus. Dus ik heb, ik ga weer improviseren. Ja. Wat moet ik nou met dat ding? Nou ja. Hé. Valt die dan? Jij werkt bij de televisie, hoe moet dat? Ik moet achter in mijn broek, denk ik. Oké, ja, ik had van alles bedacht, maar ik denk dat ik gewoon toch over journalistiek ga hebben. Ja, angstcultuur sla je over. Angstcultuur, ja, nee, dat is ook wel interessant natuurlijk. Kijk, het ligt natuurlijk niet, het ligt niet aan jou, maar het is natuurlijk raar dat er geen beroep mogelijk is. Dat gewoon als jij nee zegt, dan is het nee en dan is het afgelopen. En nee, dat zit, is ook dat. Er zit er ook iets geks in dat je. Maar mag ik even... Mag in de inhoud, met de inhoud, natuurlijk bemoeien, moet je de hele tijd met de inhoud. Nou ja, daar zei ik net al iets over. Hè. Ja. Ik had iets correct kunnen zeggen. Kijk de hele tijd in dat wietzakje. maar even, er is gewoon beroep bij ons mogelijk. Hè. En ook bij een externe partij. We hebben een beroeps- en bezwaarscommissie. Je kunt in eerste instantie in beroep bij de Raad van Bestuur. En daarna wordt er een paritaire commissie samengesteld. Dus ja, ik weet niet... Dat is op formele gronden. Nee hoor, dat is op inhoudelijke, formele en procesgronden. Hmm. En toch gebeurt dat niet zo vaak. Hè? Jawel, dat gebeurt ook regelmatig. Vaak is een groot woord. En soms worden omroepen zelfs in het gelijk gesteld. En dan? En dan gaan we het materieel repareren conform de uitspraak van de beroepscommissie. Maar materieel betekent dat ze alsnog een programma mogen maken? Soms wel. Oké. Okay. Hmm. Ja, weer wat geleerd. Ja, precies. Ja, je wou open vragen. Dus, Zeker. Ja. Maar, nee, maar dit geeft wel aan, omdat je zelf al meteen zegt van er is geen beroeps. Er is dus veel stellingname, er is veel onbekend over. En dat vind ik niet heel gek, want nogmaals, ons systeem is wel heel erg ingewikkeld ingericht. Dat, ik zie dat als een weeffout, ja. Dat het, jij zit er en je netcoördinatoren en dat is het gewoon. En nu wordt het nog gekker met genrecoördinatoren erdoorheen. Ja. Ik snap wel dat programmamakers daar bezwaar tegen hebben. Dat, ja, het is jouw ja of nee en verder heb je pech. Ja, maar het is toch wel bijzonder dat als wij ons vergelijken met de buitenlandse publieke omroepen, die beoordeeld worden door nog kleinere teams dan waar wij mee beoordelen, is die totaal geen discussie. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Die respecteren toch blijkbaar de professionaliteit van dat type teams, om het zo te zeggen. En ik vind het ook grappig, elke keer in de beantwoording, of in de vraagstelling, maar ook in de beantwoording gaat het over jij, ik, beoordeel dat soort programma's. Ik beoordeel helemaal niet op dagdagelijkse. Dat doe ik niet. Wij maken 9000 uur televisie. Hè? Ja, soms denk ik wel eens, mensen voelen aan je hoofd. 9000 uur televisie. Ja. In feite alleen al het zien van alleen de hoeveelheid televisie is een ondoenlijke zaak. Laat staan het beoordelen. Ja. Laat staan in je eentje kijkt beoordelen. Naar de grote lijnen, dus je kijkt het allemaal niet. Nou, deels niet, deels wel. Er is natuurlijk heel veel basisprogrammering waarvan je weet dat loopt en dat goed loopt. En dat gaat van Nieuwsuur tot Kassa, tot het journaal, tot nou, hè, noem de bekende rijtje 1 vandaag. Dat beoordelen wij niet op dagdagelijkse basis. Maar de nieuwe programmering, ja, dat heeft natuurlijk onze bijzondere aandacht. Ja, ja. Ja, journalistiek wou ik echt eigenlijk. ja, ik weet als journalist, het enige wat je hebt is je geloofwaardigheid. Nou is er de journalistiek nogal wat misgegaan afgelopen jaar. We hebben... De documentaire van Sigrid Kaag, waar op last van D66 de champagneflessen uitgegumd waren. En dan zit bij op 1 Jort Kelder, die bevriend is met de premier en vakantievriend is van Baudet. En dan ook nog eens geld heeft gegeven aan zijn partij. Dat zijn allemaal dingen die bij NRC niet zouden kunnen. Hoe zit dat? Hoe zit het met die journalistieke geloofwaardigheid van de NPO? Ik denk... In de twee voorbeelden die je noemt, die ik voor een deel wel onvergelijkbaar vind, hoor. Er speelden een paar zaken rondom Kaag, namelijk de plaatsing van de documentaire. Hè, dus op 4 januari, ja. Zo vlak voor de verkiezing, vlak voor de verkiezingen. Dat is in elk geval een punt waar wij wel, nadat dit allemaal bekend werd, nog een keer in onze kring, in elk geval heel erg met elkaar over gesproken hebben.
van was dat nou verstandig, hè, om dat op 4 januari te doen. Ik roep overigens wel in herinnering dat we dit wel vaker hebben gedaan. Hè, met Emiel Roemer, met de Keuken van Kok, met Wouter Bos. Dus je merkt dat je soms ook een beetje moet anticiperen en moet meebewegen met de tijdgeest, waarin we blijkbaar door de kritische houding net iets anders beoordeeld worden over de plaatsing van zo'n... Ik weet niet of Wim Kok wilde dat de champagneflessen werden weggegumd. Nee. Dronk hij wel champagne? Dat weten we overigens niet. Ik denk niet dat hij veel champagne dronk. Ik geloof dat zowel de ombudsman bij ons als de VPRO een eigen onderzoek heeft gedaan. Als het gaat over de mate waarin je onderhandelt met het hoofdonderwerp. Laat ik maar zeggen dat we dat er iets te veel soepelheid betracht is door de makers. Hè, En Jort Kelder? Mag die blijven? Jort Kelder, daar loopt een onderzoek. En onze stelling is dat we natuurlijk geen oordeel hebben voordat dat type onderzoek is afgerond. Maar jij bent toch de baas, je hebt toch overal een oordeel over? Dat is toch een rare stelling. Bedacht. Ja, maar dan... Hele opeen bedacht, dan kan je toch bellen van... Maar of hier zuiver gehandeld is, als daar een onderzoek naar loopt, dan ga ik toch niet voor het onderzoek met een opinie naar buiten komen. Wat is daar de waarde precies van? Nou, jij bent de baas van de televisie. Of de baas van de NPO, hoor ik net. Ja, maar zeggen van... Ja, je hoort wel meer wat die klopt. Dat... Nou, net zei je wel, die baas van de NPO. Nee, daar hoor ik van op. Nee, die... Maar zonder gekheid, Jort wordt nu onderzocht door het commissariaat. Misschien dat zelfs de ombudsman nog een onderzoek gaat verrichten. Ja, natuurlijk hebben wij daar niet een op voorhand... voor de troepen uit een oordeel over, anders moet je ook zo'n onderzoek niet doen. Ja. Dan is dat een wassen neus. En jij weet zelf ook, toch even over de journalistieke code. Je kunt niet een onderzoek doen en voordat het onderzoek bekend is, een conclusie trekken. Dat lijkt mij een hele rare volgorde. Hoe het uiteindelijk met Sjoela Rijksman, de voorzitter, is gegaan. Die zei, in het hypothetische geval dat iemand geld heeft gegeven aan een politieke partij, dan keur ik dat af. Zoiets. Dat je een soort lijn legt van, dit is onze journalistiek, dit doen we niet. Maar dan is dat de lijn. Ja, maar die wordt dus overtreden, dus wat heb je daar dan aan? Ja, maar dit wordt een ingewikkelde herhaling van zetten. Ja, oké. Bovendien, Jort Kelder, klein bier vergeleken met wat eraan komt. Namelijk Arnold Karskens komt bij 1 januari aanschuiven. Ja. Ongehoord Nederland, nieuwe omroep. Dat is een club van racisten, klimaatontkenners, complotdenkers, NOS-bashers, journalistenhaters. Hoe gaat dat? Waarom heeft... Klinkt als een feestelijke tijd. Wij wrijven ons in onze handen, maar jij zit er maar mooi mee. Ja. En Nederland zit er maar mooi mee. Maar waarom heeft de publieke omroep daar positief op geadviseerd? Nou, we hebben daar volgens mij neutraal op geadviseerd. Ah, niet nee. En vooral mijn bestuur, even voor alle duidelijkheid. Ja. Voordat er weer Frans Klein, de baas van de NPO. De NPO heeft gewoon een bestuur die beoordeelt nieuwe toetreders op aanvraag van de minister. En woorden van gelijke strekking. De NPO heeft met name gezegd, bij gebrek aan toetsingscriteria die door de politiek niet ontwikkeld zijn, kunnen wij niet anders dan een neutraal advies geven. Maar dat is toch een ambtelijk antwoord? Nee, dat is Wie houdt je tegen om te zeggen... Dat is een heel zuiver... Dat lijkt ons een slecht idee, want dat wordt ruzie. Dat is een heel zuiver antwoord, dat op de eerste plaats. En dat het ruzie wordt, is natuurlijk niet een... Dat is niet een afweging as such. Ik bedoel, als ik iedereen die in Hilversum ruzie maakt... moet weer houden. Heb je hem al op bezoek gehad? Ik heb hem verschillende... Hij wil naar de rechter, toch? Ik heb hem verschillende keren op bezoek gehad. Ja. Ja. En welke programma's heb je afgewezen? We hebben nog geen programma afgewezen, maar hier draait het om... Ja, sorry voor de techniek. Elke omroep moet intekenen, zoals dat bij ons heet. Ja. Dan moet je het programmavoorstel indienen. Moet je vertellen wat het programma gaat kosten... En wij hebben nadere vragen gesteld over de hele bekostiging van dit nieuwe programma. Want dat kan niet voor dat budget, denk je?
Wij vinden de aanvraag aan de hoge kant. Laat ik het gewoon even. Okay. Dus wij hebben gezegd, als wij het gaan benchmarken. Ja, ik ga even geen repertoire met je delen. Oké, okay, maar het Zwarte Pieterjournaal? Nee, dus dit programma. Nee, ik vertel het even gewoon heel feitelijk. We hebben gezegd, wij willen een benchmark voor dit programma ontwikkelen. Nou, en dat leidde al snel tot woede aan de kant van Karskans Komsoeis. Namelijk, jullie werken ons tegen. Wij hebben recht op een garantiebudget. Zo zit het ook in het systeem. Ja. Dus maak het garantiebudget maar over. Ja. Ja, zo werkt dat dus niet. Dat is ook niet volgens. Dat is een weeffout volgens mij. Dat is ook niet volgens de regels van het spel. Maar, dat het niet vast ligt volgens mij. Wat ligt niet vast? Nou ja, ze hebben recht op dat garantiebudget. Maar inderdaad, als ze de hele tijd met slechte programma-ideeën komen, dan heb je een probleem. Moet je dan op een keer toch maar zeggen, nou kom maar door met je Zwarte Pieterjournaal? Nee, klimaatjournaal? Nee, dat betekent vooral dat je natuurlijk in gesprek gaat over de richting die gekozen moet worden om wel een beetje succesvol te kunnen intekenen. En in het allerergste geval gaat het garantiebudget mee naar het volgend jaar. Dan krijgt hij gewoon nul programma's? Dat in theorie zou dat kunnen. En dan mag je daarna uitpakken? Ja. En dan vind je het nog gek dat ze mij de machtigste man van Hilversum noemen. Terwijl je niet eens Arnold Karskens tegen kan houden. Nou ja, dus ik kwam maar zeggen. Ja. Maar daar gaat dat dus, dat dreigt me dat proces over. Dat was dan een talkshow, want ze maken alleen maar talkshow volgens mij. Nee, dat gaat over een middagmagazine. Die 2 keer in de week. Rond de lunchuur. Mm-hmm. Dus dat. Maar daar zijn we nu op dit moment nog volop over in gesprek. Maar ik vertel je ongeveer waar de beeldvorming en het geschil over gaat. Maar in het middaguur, wat heb je dan voor benchmark? Nederland in beweging of zo? Goedemorgen Nederland. Middageditie. Tijd voor Max. Oh ja. Daar kun je niet tegenop qua kosten. Ja, zo'n makkelijk vak hebben wij nou, ook weer niet. Oké, even nog maar. Ik heb je nog niet gecomplimenteerd. Ik hoorde dat ik je moest vleien, dat het dan een beter gesprek wordt. Wat een goede schoen heb je aan. Dames en heren, Wilfred Takke. Blijf zitten.